Het podium is helemaal opgerukt. Op het programma staat Klot en Boerenpaar. Nou, ik heb straks eigenlijk al verteld dat het Boerenpaar morgen komt. De Klot van het jaar die komt vanavond. Daar willen wij eigenlijk een beetje erin houden. Op vrijdagavond, en als de vrijdag de Klot naar voren te halen of te onthullen. Niemand minder als Jan Zelte. Kijk, Christian. Wat fijn zijn ze al meteen, Jan, hè? Ja, ja. Daar staat er ook aan, hè? Daar staat er ook aan. Ja, ja. Dat is niet anders, Jan. Elke zondag in de kantine doen ze met een heel groepje een putje bier vatten. Ja, dus wat dat betreft, kijk gezellig. Jan Zelte, Klot van het jaar 2018. Ik denk, zoals ik het hier op papier heb staan, dikke dubbel verdiend. Ik doe er enkele grepen uit. De rest kunnen in de carnavalskrant allemaal lezen. Je kunt het ook zondag, zoals ik al zei, om 12:30 op de radio vernemen. Want dan komen we ook met z'n allen toe om het een en ander uit te leggen. Nou, Jan is eigenlijk een mens die een beetje haalt in Langeboom en de Mil rondgezworven heeft. Door ook heel veel vrienden en kennis had wonen, toen zachtjes aan richting Wilpertoort gekomen. Toen hij eenmaal in Wilpertoort woonde, het vrijwilligersleven opgepakt bij de voetbalclub. Waar hij sowieso jeugdleider is geweest in enkele jaren. En hij zegt, zeg het even, want hij is jeugdleider geweest. Weet het nog, Rob? Ja. Want ik ben niet streng genoeg geweest, Jan, denk ik. Niet te veel rotjes. Ja, ja. Ja, die ze vergeten. Ja, ja, dat klopt. Ja. Die had Jan sowieso gedaan. Je kunt hem onderaan van donderdag tot en met zondags en bij toernooien, noem maar op het voetbalveld vinden. In het vrijdagochtendclubje met wat handelingen en spandiensten die jullie bent gaan verrichten. Toen Harke is moeten stoppen en toen Harke eindelijk ook nog gestorven is, hadden jullie opgepakt met een enkele mensen. En zo ben jij ook nog die stukje van de inkopen doen van de kantine. Klein beetje, maar ja, maar zo, dat klein beetje maakt hier wel onderaan het anderhalve pagina vol. Meer dan 25 jaar in de kantine, werkzaam. Ja, dat zou wel eens kunnen, ja, ja. Dik en dubbel 25, dat zou wel eens kunnen. In de kantine, achter de bar te vinden, samen met ons Thea. Zo had Jan ook in alle cafés een beetje hier in de regio geopend. Jan die was die 6 dagen aan het werk, maar 7. Als er 8 dagen in de week had gezet, had hij er 8 nog aangedaan. Dus ja, Jan is heel goed in het openen dus. Ook heel goed in tegenzetten wat hij jaren gedaan heeft. En Jan is heel goed in kwats verkopen. Dus wat dat betreft is hij op deze norm nog helemaal goed. Jan had dan ook, zo'n enkele naam noemen, maar een welbekende buurman is ooit een lijfsbreuk gekregen. Jan is wel nooit geen prins geweest. En die is op het lijf geschreven van Jan. We vatten er geen 3, maar 5. Carnaval vieren doet het met het hele lijf. Ik denk dat er ook een mooie afsluiter is. Nogmaals, je kunt het allemaal straks lezen. Ik wil graag ook Thea erbij halen, dus graag de buurtmaster Thea, ons prinsenpaar erbij, ons Narinneke en onze voorzitter Mark Jansen. En ik ga je wat dingen achtergehouden. Ik denk, want dan wil ik Thea voorbij op het podium hebben. Samen doen ze ook nog met de kaarten over het organiseren van de veteranen. Waar eigenlijk heel veel mensen, buiten de veteranen, ook met kaarten. Een kaart kunnen leggen in de wintermond op vrijdagavond. Thea doet dan altijd voor de prijsjes zorgen. En dat is altijd een heel mooi onderwerp. En dan eigenlijk het mooiste ook nog, hoe hebben ze elkaar leren kennen? Nou, Jan die zat op het feest bij de Kuper. Tijde Kuper, ja, dat staat hier wel ergens. Tijde Kuper in Langeboom. In het Hukske. Bij het Hukske zat Jan niet het overige, maar er zat hij op de toffel. Birken te vatten, een feest te vieren. Thea was toen aan het werk, want wat dat betreft, ze zien allebei samen in de kroegen te vinden. Niet op de feesten, maar juist op de overige. Daar was Thea aan het werk. En toen zei Jan op een gegeven moment, hij haalt dat denk ik al 1 of 2 op. 3, ik hoor al. Wie is er meer? Nee, Jan had er al een paar op. Hey! Ga de morgen mee naar de kermis in Wilpertoort, waar Thea dacht, wat moet ik met die koekwoos? Ja. En nog zet ze, maar een week later stond ze wel met de kermis. En zo'n beetje enkele jaren later zien we nou, hè? Ja, even wel, hè? En nog steeds lekker, tientallen, en nog steeds lekker samen. Samen ook boerenpaar geweest hier bij de Klotstekers. Ik denk, dikke dubbel verdiend.
geef ze gewoon allebei een applaus. Jan en Thea Santen. Nou, bij het lot van Jorgen had altijd ook wat attributen. Dus ik wil onze prins vragen om het erebetaal, het klotstekers erebetaal, om te hangen bij Jan. Daar staan alle namen op die in het verleden klotsteker of klotsteker in geweest zijn. Nou, ze knippen dat goed vast, want ik kan er gewoon iedereen afvatten. Niet te kut, ja. Kalmte zal het redden. Beste wisselhanger, wisselklot. Ik heb er ook een klein kleintje bij die je mag houden. Heel mooi. Als ons narinneke, of denk ik maar ons prinseske, even de oorkonde. Een overhandig of welke cadeau. Mag niet alles verrooien natuurlijk, hè. En als narinneke dan de bosbloemen aan Thea. Pak maar op, Jan, ja. Scheer maar de pot, Jan. Zo is het. Oorkonde van de klotsteker van het jaar 2018, Jan Santen. Dikke dat hoeft niet nogmaals. We konden ook met z'n allen proosten, dus vat ook een glaasje in de hand. We kregen hier op het podium ook een glaasje drinken. En dan gaan we met z'n allen met de Heijanders mee zingen. Ai Prozi. Zet hem erin. Vatten, want jij hebt een dikke dubbel verdiend. Volgens mij net regelen iets voor jullie klaarstaan ook. Dus geniet er lekker van samen. En we hopen jullie sowieso regelmatig hier en daar nog achter de tap te vinden voor een lekker putje bier dat we jullie krijgen. Geef ze een geweldig applaus. Jan en Thea Santen. Jan Klomp van het jaar. Ja, graag de buurtmaars van Jan en Thea.